Dag meneer Van Acht, je hebt een limiet van x naar genoeg van x op de derde positief kwadraat, dit was x op de x kwadraat. A positief, b negatief. Wat is de waarde van deze limiet? Wel, als je 0 invult, we gaan x gelijk aan 0 staan, dan krijg je 0 plus 0, gedeeld door 0 plus 0. Dus dit is 0 plus 0, dat is 0 gedeeld door 0. Dan gaan we de regel van Hospital gebruiken. Hospital gebruiken betekent, we gaan ze afleiden en opnieuw de limiet berekenen. De regel van Hospital. Dit is gelijk aan de limiet van x gelijk aan 0. Afleiden van de teller wordt 3x kwadraat. 3a x kwadraat plus 2b x gedeeld door afleiding van een noemer wordt 7x tot de zesde plus 2x. Opnieuw, als je x gelijk aan 0 stelt, krijg je opnieuw 0 gedeeld door 0. Opnieuw loop je het algoritme toepassen, tweede keer afleiden, dus we gaan twee keer. Dus dat betekent de limiet voor x gelijk aan 0. Afleiding van een teller wordt 6x, dit wordt 6ax plus 2b gedeeld door hier 42x plus 2. Nu kunnen we x gelijk aan 0 stellen invullen. Dat gaat nu wel. Dan krijg je de limiet voor x naar 0 van 6 maal 0, 6a maal 0 plus 2b gedeeld door 42 maal 0 plus 2. Dat kun je, als je uitrekent, krijg je 0 plus 2b gedeeld door 0 plus b. 0 plus 2, sorry. Dan hou je over b, en b was zelf een negatief getal. Ja, dat betekent negatief getal, antwoord C, negatief getal. Dank u wel, bye bye.